Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video en ik ben hier weer met mijn vader. Hallo allemaal. En we staan hier voor de XXL Forever 21, want we gaan de kleding challenge doen. We gaan dus kleding voor elkaar uitzoeken bij de Forever 21. Okay. Jij gaat een setje voor mij uitzoeken en ik voor jou. En dan gaan we kijken wat we ervan vinden. Ben je er klaar voor? Ja, prima. Moet ik dat serieus doen? Of, ja, nee, gewoon... wel echt serieus. Oh, dus ik mag niet zomaar wat geiners uitkiezen? Het moet wel... Nee, het moet serieus. Ja, nou, ja, dat moet goed komen, want ik ben in de leer bij Fred van Leer. Ja, fijn dat je er zelf hard op kan lachen. Nou, we gaan maar. Kom. Ja? Ja, oké. Okay. Kom maar mee. Nou, we gaan opsplitten. Jij gaat naar de vrouwenafdeling, ik naar de mannenafdeling. En dan zie ik je zo bij de passantjes. Ik heb al veel gezien dat het heel erg groot hier is, dus ik ben wel even bezig. Oké, okay, nou, ik zie je zo. Nou, succes. Doei. Nou, we gaan op pad. Item, maar dit kan echt niet, denk ik. Vinden jullie hiervan? Is het ja of nee? Ik vind de voorkant ietsje druk, of niet? De achterkant is wel gaaf. Kijk nog even verder, maar misschien. Dan een nachthefje. Oké, ik heb wat... Eén item al gevonden. Ik laat het nog eens niet zien, maar ik laat wel even het kaartje zien. Want dan. Ik denk dit pas. Ik denk dat dit sowieso bij Joy past. Alleen al het kaartje. Dus, maar ik moet er nog iets bij zoeken. Dus dat zien jullie zo. Ik weet niet of. Ik denk niet dat mijn vader dit leuk zou vinden. Mijn vader zei dat ik één ding die ik mocht uitzoeken en dat was een Hawaii pluche. Maar ja, ik zou het ook niet zo snel kiezen. Metallica, nee, daar houdt hij denk ik niet van. Ja, kijk, dit is wel simpel, maar het is wel leuk. Dus ik hou hem even in mijn handen en ik denk er even over. Tenzij ik nog een leuke shirt zie met een leuke tekst. Maar de meeste shirts hier zijn niet echt mijn vaders stijl. Dus ja, ik moet nog even verder kijken. Maar ik hou deze in gedachten. Het is wel een leuke keuze, denk ik. Hey Joy. Hi. Is het gelukt? Ja, we hebben allebei een outfit, dus... Ik ben geslaagd, dus ik hoop dat je het leuk vindt. Ik heb in ieder geval mijn best gedaan. Ik ben benieuwd. En nou, heel veel succes. Jij ook. Deze is voor jou. Ik ben benieuwd. Of naar de pasopjes. Naar de paskamer. Oké, pap, het regent nu heel hard, dus we rennen snel naar binnen. Maar we gaan nu naar huis toe. En dan gaan we thuis kijken wat we ervan vonden. En dan kunnen we elkaar ook in de... En dan kunnen we elkaar dus thuis zien in de outfits. Want om dat nou hier te doen. En dat is in Amerika denk ik niet zo handig als jij naar mijn pashokje kwam. Want je was bij de mannenafdeling. Zo. Ja, we gaan thuis, begrijp ik, gaan we terugkijken. Ja, wat jij... Hi. Ja, Foto bomb. Oké, dat ik het even in. Oké. Oh, you're in the vlog on YouTube. Oh, hey. Y'all follow me on Instagram at yedagod, yedagod. Oké. Bye, guys. Bye. Nou ja, we gaan thuis eens naar elkaars outfits kijken en wat we ervan vonden en onze mening geven. Maar het regent buiten, dus... Ja, want we konden niet de pashokjes in. Dus we gaan rustig thuis kijken. Ja. Hoe we het voor elkaar gedaan hebben. Ja, dus, oké. Okay. Tot zo. Nou, we zijn nu hier thuis. Ik heb hier alvast de laptop. Want we gaan nu kijken wat we van de outfits vonden en hoe het stond. En
we hebben de items niet gekocht, maar we hebben ze wel gepast in de winkel. Ja, en we konden ze niet van elkaar bekijken, want de mannen en de vrouwen, de pashokjes zijn gescheiden. Dus dan kun je niet naar elkaar toe lopen. Dus vandaar dat we het via de laptop nu bekijken. Ja. Nou, zullen we het maar doen? Nou, ik ben benieuwd. Zit hem in het midden. Ja, oké. Okay. Daar gaat hij. Ja. Oké, ik ben in mijn pashokje. Zoals je kan zien. En ik heb hier twee items in mijn hand. En ik ga ze even ophangen zodat ik kan zien. Echt goed kan zien wat het nou is. Oké. Okay. Oh, dit is echt best wel schattig. Kijk, een rood leerjasje met een wit jurkje. Met allemaal deze roezels en kant. Best wel leuk, want ik vind het gewoon schattig met hoe dat witte jurkje eruit ziet. En ik vind het cool dat het rood er dan bij. Maar ik ga het even aanpassen en dan ga ik kijken of ik het leuk vind. En ik ben super benieuwd wat mijn vader ervan vindt, van zijn outfit. Ja, ik heb heel erg mijn best gedaan daarvoor, maar ik vind het zo lastig. Want ik vind vrouwkleding echt heel erg leuk. Maar als je het maar opeens voor een man moet uitzoeken, is het best wel anders en raar en lastig. Dus ik vind het heel erg knap wat mijn vader heeft gedaan. Maar ik ga het even aanpassen. Nou goed, ik sta in het kleedhokje. En Joy heeft kleding uitgezocht. Een witte jas. Een zwart shirt. Ik heb al een beetje zwart-wit aan, dus even kijken. En een broek. Dus we gaan even kijken hoe dat wordt. Daar gaan we. Dit is het jurkje en ik vind hem echt best wel leuk. Kijk, ik vind dit de mouw heel erg leuk en de roezels. En hij is wel nog een beetje groot, maar hoe die eruit ziet. Ja, ik vind hem echt goed uitgezocht voor mijn vader. En nu ga ik het rode jasje erop aandoen. Oh, ik moet hem even goed doen. Ik vind het echt een hele leuke outfit. Ik vind het super goed uitgezocht van mijn vader. Echt leuk. Hij kent me goed. En ik vind hem ook zelfs leuk zonder jasje met de flare mouwen. En ja, ik vind het goed uitgezocht. Ik vind alleen dit vind ik niet zo leuk aan het jurkje. Dat is het enige wat ik minder leuk vind aan het jurkje. Dus dat. Maar verder vind ik de outfit wel geslaagd. En schattig. Mijn vader kent me dus goed. Hij weet dat ik van flare mouwen hou. Van deze roezels. En leerjasjes. Dus ja, ik ga het zo meteen vertellen. Maar ik ben heel erg benieuwd. Wat vindt hij van zijn outfit? Ik wil het echt heel graag weten. Ik hoop dat we elkaar zo kunnen zien. Dus ik wacht even totdat hij klaar is. Maar ik vind het echt, echt leuk. Dus top, papa. Nou, dit is het dan. Een witte jas. Zwart shirt en zwarte broek. Ik moet eerlijk zeggen, zwart-wit vind ik wel leuk. Alleen de jas, ik weet niet of je kan zien, hij is te groot. Kijk, als je in de mouw kijkt, die komt over mijn schouder heen. Dus ik vind de jas veel te groot. Dat kan beter een maatje kleiner. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor mijn shirt. Ik weet niet of je het kan zien, maar hij komt helemaal over mijn schouder heen, dus die is veel te groot. Hij zit ook veel te wijd, dat is wel jammer. En de broek ook. Veel te groot. Dus ik zou zeggen, qua kledingkeuze geslaagd, qua maten zat je ernaast. Het is niet anders. Nou, het is toch... Ik ben blij dat ik het goed had uitgekozen voor jou. Ja, ik vond het echt... Als ik heel eerlijk ben, wel een beetje verbaasd. Want het is echt veel leuker dan ik had verwacht. Sorry dat ik het zeg, maar ik vond de flairmouwen vooral heel erg leuk. En had je nog gezien hoe het jurkje heette dan? Ja, Joy. Ik dacht, heb je hem daarom nou uitgekozen? Ook. Ik denk, nou, hij is wit. Ja, op het kaartje stond Joy. Ik denk, nou, dat kan niet anders. Die moet ik nemen. En ik had ook nog een andere leren jas... Maar toen dacht ik op een gegeven moment van, die is wel te heftig. Toen zag ik deze nog als laatste hangen. Ik denk, nou, ruil ik, want ik had die leren jas al. Ik denk, nou, ruil hem in voor die rode, want die stond beter. Dus, en daar was je blij mee. Ja, ik vond het een leuke outfit. Helemaal top. En jij? Ja, de outfit was helemaal goed. Alleen,
Te groot? Ja, het was veel te groot. En ik vind het niet fijn als iets te groot is. Kijk, maar bij mij moet het gewoon, weet je wel, om het lijf zitten vind ik fijner dan dat iets oversized is. Ja, maar ik vond het wel heel leuk. En ook de korte broek met dit mooie weer hier allemaal. Ja. Dus nou, helemaal top. Dus de kledingkeuze was geslaagd wat mij betreft. Alleen een maatje te groot. Oké. Nou ja, laat even in de reacties weten wat jullie ervan vonden. Ja. Dit was dan de video. Vond je hem leuk? Doe een duimpje omhoog. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Doei!